Groet mensen, ik ben Sam, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van A Brother, A Tale of Two Sons op al deze games. Jongens, ik heb hartstikke veel zin in, doe vast al een blauw duimpje omhoog en wij gaan verder. Want er kwam een trollachtig iets aan, ik weet niet wat het is. Oh my god, het is onzichtbaar. Oké, dat is nieuw, het is onzichtbaar. What the fuck? Ik denk dat het een giant is. Een troll. Maar hij heeft wel hele grote voetstappen. Maar hij is onzichtbaar. Dat is echt weird. Waarom zou hij onzichtbaar zijn? Dit is raar. Oké. Hoe kan... Ik moet naar hem toe. Oké. We gaan naar hem toe, jongens. We gaan naar kleine broer toe. Maar ik denk dat we wel snel moeten zijn, want zometeen komt hij. Oké, 1, 2 en jump. Good job. En je bent er bijna tot de schaduw zien, I guess. Nee. Gewoon helemaal naar het eind. Zo. Oké, top. Natuurlijk. Ja, why not, toch? Ja, maak maar open. Oh, we klimmen er overheen. Oh, zij maakt hem open. Oké, mooi zo. Thank you. Zij is best wel sterk. Oh. Careful now. Dat is echt fucking creepy. Waarom is hij onze... Oh my god. Ik vind dat zo creepy, hè? Vooral omdat ze onzichtbaar zijn. Ik vind dat zo hinderlijk. Oké, jongens. Good job. Wat moeten we doen? Moeten we hier overheen? Oh. Moeten we springen? Oh, we moeten aan dat ding. Oké, I got it. Jump. Kom op, you can do it. Nice. En move ons. Nice. Gaan we in het water springen? Nee, dat kan niet, want het is ijswater. No way. Oh, we komen aan de andere kant. Wauw, dit ziet er wel mooi uit, dit zeg. Holy guacamole. Het ziet er mooi uit. Oké, we moeten daar denk ik weer achter zitten. Ja, sowieso dat we daar achter moeten zitten. Oké, dus die hier. En ga hierachter. Oké, good job. Ik weet niet waarom het werkt, maar het werkt. Daar gaat het om. Ik ben toch best wel benieuwd wat er nou gebeurd is met die mensen. Waarom ze helemaal onder het sneeuw zijn geraakt. En wat er überhaupt is gebeurd. Het is een soort tovenaarachtig iets. Een spel op hun. Want ja, je raakt niet zomaar onder sneeuw. En nou, het kan wel. Eén iemand. Maar niet honderden mensen. Dus ik ben toch best wel benieuwd. Oh, komt hier. Oh. Hij is wel huge, jongen. Hij is echt massive. Rennen. Oké, go. Oh my god, dat ding is huge. Ren voor je leven. Go. Al die mensen die gaan dood. Go. Oh, dat ding gaat kapot. Sowieso. Ik vind het toch jammer dat we hem niet kunnen zien. Dat vind ik echt heel erg jammer. Misschien nu wel. Omdat hij dood is. Nee, denk het niet. Ik wil... Oh. Hey. Zijn een beetje verliefd, hun twee. Ineens. I guess. Ah, maar dat is wel zielig voor dat kleine jongetje. Ja, maar... Is ook weer begrijpelijk, toch? Oké. Oh. Een beetje weird, weird lady. Is ze nu weg? Oh nee, niet. Ze staat daar gewoon. Oké. Nou ja. Wauw. Noorderlicht. Wauw. Dit. Jongens. Neem even de tijd. Om even te kijken. Dit ziet er echt mooi uit. Holy guacamole. Dit ziet er echt heel mooi uit. Love it. Oké, rustig. En we gaan weer rennen. Ik weet niet waarom. Oh, we gaan hierin. Oh, dat is makkelijk. Meestal bij zulke spellen. Oh, er staat een steen. Ja, je moet eerst allemaal dingen doen. Wat? Na, tiama. Ila na ya. Ila. Na, tama. Mabadi. Hier.
Oh, weet je wat ik denk? Dat zij een beetje evils is, misschien. Dat zij... misschien iets probeert... om ons af te dwalen, of zo. I don't know. Want ik, hij zei al, denk ik, die kleine jongen... klein broertje, hij zei denk ik van... hey, we gaan verkeerd, we moeten de andere kant op. Oh, wat is dit dan? Wat zijn dat dan? Mummies? Het ziet eruit als mummies. Wat doen mummies zo ver ondergrond? Nou, dat is toch wel... oh nee, kok... oh. I get it. I get it. Het is, ze zijn... ik zei toch! Ze is evils. Evils? Ze is evil. Ze is de spin. Ik zei het. Ik wist het. Ze is niet te vertrouwen. Ja, zie je? Ze is een huge spin. Oh my god, dat is fucking creepy. Ja, en die neemt ons mee naar boven. Ja. Als we maar buiten zijn. Zijn we buiten? Oh, gadverdamme jongens. Oh, wauw. Ik denk dat dit de eindbaas is. Een eindbaas. Niet de eindbaas, maar een eindbaas. Word wakker, broer. Good job. Good job. Oh my god, dat geluid, jongen. Oké, okay, heen. En weer. Heen. En weer. Oké, okay, kom op jongens. You can do it. Ik weet niet wat er gaat... oh, we vallen op de grond. Oh, maar zij ook. Oh my god. Oh nee, oh nee, oh nee. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Tik. Ja, trek haar arm eraf of zo. Of tentakel wat het is. Oké, okay, good job. Good job. We got this, guys. We got this. We got this. Oké. Okay. Wacht tot zij naar beneden komt en dan... bam! Oh, shit. Dat is niet goed, hoor. Bam! Oké, okay, pak een tentakel. Ja, niet erop. Ja, good job. En trek hem eraf. Go. Trek hem eraf. Yes, nice. Oké, okay, nog een keer. Oké. Okay. Rustig. Rustig. Kom maar naar beneden. Kom maar naar beneden. Yeah. Oké, okay, gaan we jongens. Bam! Yes. En pak die andere. Pak die andere. Pak die andere. Snel, 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 snel. En trek hem eraf. Trek hem eraf. Yes. Oké, okay, ze kan al bijna nog eentje en ze kan niet meer lopen. Wat wil ze nu doen trouwens? Oh, misschien moet ik haar nu wel... boom. Ja, sorry, maar je probeert ons te vermoorden. Sorry. En ze is dood. Oh, ze kan nog lopen. Het muziekje, jongen. Het muziekje is ook super creepy. Oké, nog eentje. Ja, sorry. Maar doei. Je gaat dood. En de laatste. Hoe kan ze nog lopen? Dat begrijp ik echt niet, hoor. Of die poot moet echt super sterk zijn. Maar ja. Ik denk dat het onmogelijk is. En de laatste. Boep. No way. Is je vader weer beter? Are you kidding me? Is die broer dood? Moet blijven liggen, vader. Blijf liggen. Het gaat niet goed met je. Maar het komt wel goed. Ik wil weten hoe het met die broer gaat. Vind ik fucking zielig. Wat? Dat is allemaal ijs. Van mijn glas soort naar ijs. Het gaat niet goed met Tom, hoor. Kom op, you can do this. Oh my god. Dit is zo zielig, hè, jongens. Dit is zo zielig. Ik vind het echt een zielige serie. Oh, hij is neergestoken. Ik wil in ieder geval hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering van Brother A Tale of Two Sons. Als je hem leuk vond, vergeet dan even niet op een blauwe duim te klikken. Dat zal ik super leuk vinden. En ik check jullie gewoon bij een volgende aflevering van deze serie. Bedankt voor het kijken. En ik zeg peace.